Nederland heeft het klimaatverdrag van Kyoto ondertekend met de bedoeling de uitstoot van broeikasgassen met 6% te verlagen. De tuinbouwsector kan een belangrijk aandeel daarin leveren door gebruik te maken van aardwarmte. Zo dragen we bij aan een duurzame maatschappij. Voor Optifloor is maatschappelijk verantwoord produceren in een echte samenwerking met anderen een van de belangrijke pijlers. Binnen dit project realiseren we dit door een goede onderlinge takenverdeling. De bedrijven vullen elkaar goed aan qua warmtebenutting. In het investeringstraject hebben we gekozen voor kwaliteit en we hopen dat we daarmee een goede basis hebben gelegd voor een goede exploitatie. Fagjan is een van de medeoprichters van Benefits of Nature. Benefits of Nature helpt glastuinbouwbedrijven te verduurzamen. Voor Fagjan is in kaart gebracht dat wij de CO2-voetafdruk met 60% kunnen verminderen door over te schakelen op aardwarmte. Nou, dat is toch een geweldig resultaat. Glastuinbouw is voornamelijk afhankelijk van gas. Dit blijft een onzekere factor. Wij verwachten in de toekomst dat dit in combinatie met aardwarmte meer zekerheid zal bieden. Dit heeft voor ons de doorslag gegeven om aan te haken bij dit aardwarmteproject. Onze klanten vinden het steeds belangrijker dat producten die ze afnemen milieuvriendelijk zijn geproduceerd. Zo vragen onze klanten of we footprint willen verlagen. Dat is het terugbrengen van de uitstoot van CO2. Ook leveren wij aan klanten die aangeven dat ze in de toekomst verder willen met ondernemingen die bewust bezig zijn met onder meer klimaatverandering. Aardwarmte is als eenling moeilijk te realiseren. Vandaar dat wij 6 andere collega-kwekers in onze buurt hebben kunnen vinden waarmee we dit project van de grond hebben kunnen krijgen. Persoonlijk vind ik het een erg leerzaam project, hoe heel de materie werkt en de zaken eromheen. En ik denk dat het heel erg goed is voor onze concurrentiepositie als gebied. De doelstellingen binnen het meerjarenafspraak glastuinbouw 2020 is een halvering van het gasverbruik ten opzichte van het verbruik van 2011. Met ons project leveren we daar een flinke bijdrage aan. Daarnaast is het heel erg belangrijk bij dit soort innovatieve projecten dat er voldoende kennisuitwisseling is. Van die kennisuitwisseling hebben wij ook als project tot nu toe geprofiteerd. En wij hopen ook deze kennis weer door te geven aan eventuele toekomstige projecten.